Een aangepast forum voldoet straks aan alle eisen die gesteld worden aan aardbevingsbestendigheid. Een team van de BAM, de gemeente en ingenieursbureau ABT heeft de plannen na 9 maanden rekenen klaar. De muren aan de kopse kanten van het gebouw worden sterker en er komen minder ramen en deuren in. Wat je moet voorstellen is dat zo'n kracht van zo'n aardbeving is groter dan wanneer je een orkaan hebt. En wat je eigenlijk wil is, net, stel dat je naar het strand zou gaan, dat je je benen wat verder uit elkaar wil zetten. Dus wat je wil is dat je als het ware wat steviger staat. Dat is eigenlijk ook bij het Groningen Forum het geval. Juist door de deuren die aan de buitenkant zitten wat dichter te zetten, of iets kleiner te maken, krijg je juist veel meer stevigheid in het gebouw. En eigenlijk op basis van dat principe kunnen we het Groningen Forum een heel stuk steviger maken. Pilaren in de parkeergarage worden steviger. Als ik een ronde klomp dikker maak, wordt mijn parkeervak smaller. Nou, we weten allemaal hoe vervelend een smalle parkeerplek is. Dat willen we voorkomen. Dus we hebben gedacht, in plaats van hem rond te maken, maak hem iets ovaler. In de lengte richting van de parkeerplek, zodat iedereen gewoon netjes naar buiten kan uit de auto. De wanden op de verdiepingen worden één geheel en niet, zoals eerder, van prefab elementen aan elkaar verbonden. Niet het hele gebouw bestaat uit prefab onderdelen. Wanden van de trappen zijn bijvoorbeeld van prefab en een van de wanden hieronder zijn bijvoorbeeld ook in prefab gemaakt. Nou, deze kenmerken zich doordat ze op dit moment dat ze eigenlijk een hardere beton nodig hebben en eigenlijk wat meer wapening in moeten. Dus daarom gaan we ze vervangen door seismisch betere elementen. En dat betekent eigenlijk dat we ze in het werk willen storten, dus ter plekke, met bekistingen zoals u net aangeeft. De staalconstructie wordt, met name boven in het gebouw, zwaarder. De buitenkant van het gebouw bestaat uit 2 betonnen kernen en daartussen zit de staalconstructie. Nou, die moet natuurlijk ook zorgen dat die 2 torens goed stevig blijven staan. Daar ontstaat wat meer kracht, dus daar gaan we wat zwaardere balken, wat zwaardere kolommen in maken om het weer veilig te krijgen. De NAM betaalt 68 miljoen euro, niet meer en niet minder. Van dat geld worden de meerkosten en de vertragingskosten betaald. En dat moet voldoende zijn. Mag ik toch aannemen, het is een heel bedrag. En wij hebben nauwkeurig gerekend aan wat voor meerkosten wij zelf hadden als gemeente. Ook wat de maatregelen gingen kosten. En als je die bij elkaar optelt, dan kom je wel op zo'n bedrag ongeveer, ja. Hij roemt de samenwerking met de aannemer, het ingenieursbureau en de gemeente. We hebben de krachten gebundeld en straks dan staat er een totaal ontwerp gereed en dat mag de BAM weer uit gaan voeren. En dan zijn de oude verhoudingen weer hersteld. Men verwacht eind 2018 klaar te zijn met de bouw. In 2019 gaat het gebouw dan open voor het publiek.